Hi allemaal, ik heb vandaag een shoplogje voor jullie. Ben bij het Kruidvat geweest en nog wat winkels. Daar heb ik wat spullen vandaan gehaald en ik vond het wel leuk om dat te laten zien, omdat ik er heel blij mee ben. Bij het Kruidvat kocht ik dus als eerste deze Prime & Fine primer, een red beige. Deze was nieuw, is nieuw gekomen in het assortiment van de Catrice. En ja, die was ik al eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ik had één basis voor mijn gezicht. En ik was ook wel heel erg benieuwd naar hoe deze zou zijn. Dus die heb ik geprobeerd. En mijn review die verschijnt zeer binnenkort op mijn blog. Dus als je benieuwd bent naar deze, dan moet je even kijken. Deze was €3. Die kun je natuurlijk ook gewoon bij trekpleister kopen. Maar ik koop meestal die dingen gewoon bij het Kruidvat. Wat ik ook bij het Kruidvat kocht is een volume powder. Een Max volume powder. Dit is een haarpoeder die je extra volume zal geven. Het is een hele sterke. Het heeft nummer 7 strong. Ja, je krijgt hier maximale volume en soms heb je wel zo'n dag dat je haar echt slap en futloos is en dat er echt helemaal niks mee wil. Dan kun je even dit in je haar doen en dan heb je toch weer wat meer volume. En ik was echt al wel een hele poos op zoek naar een volume powder, maar ik wist dus niet dat Kruidvat hem van eigen merk had. Deze was €3. Wat ik ook nog kocht bij het Kruidvat was de Solet Hair Sun Protection Spray. We hebben natuurlijk afgelopen weken echt super mooi weer gehad. En ja, ik wilde toch iets hebben om mijn haren te beschermen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb blond haar ook. En ja, voor als je haar heel warm wordt, dan verbrandt het snel. Deze kostte €3,89. En deze is volgens mij weer nieuw in de collectie gekomen. Want ik had hem niet eerder weer gezien, maar eindelijk alles in hem. En het is gewoon Sun Protection UV Hair Spray. En het beschermt tegen verkleuring en uitdroging van je haar. Dus wel heel fijn. En een heel handig spuitflaconnetje. Dan was ik even bij de Vibra. En daar kocht ik deze Labello. Ik ben echt gek op verzorgingsproducten voor mijn lippen. En ja, deze leek me echt super lekker. En dus vandaar dat ik hem heb meegenomen. Hij was €1,89. Dus dat is al wel een heel stuk goedkoper als dat je hem bij een drogist haalt. En ik vind Labello gewoon altijd super fijn. En ja, het is toch wel een van de beste lipverzorgingsproducten die er is. Al zeg ik het wel. Dan ben ik bij de Op is Op geweest en dan kocht ik deze André Lon Volume Powder. Een kleine verpakking voor in mijn tas om mee te nemen. Als ik dan onderweg echt een keertje na een lange dag gewoon echt futloos haar heb. Dan heb ik tenminste even die poeder bij me om het een beetje op te beuren. Deze is dan 2 voor... Oh nee, is het normaal 3 voor 10, maar ik had deze nu dus voor €3 per stuk. Dus dan scheelt het €1 als dat je ze in de winkel koopt, zeg maar bij een drogist. Kijken. Als laatste ben ik even ook nog bij de trekpleister geweest. Dit is het laatste van de verzorgingsproducten, bedoel ik dan. Heb ik weer deze deo gekocht, Rexona Maximum Protection. Antitranspirant deodorant. Deze is wel heel fijn. Ik heb hem eerder gereviewd. En ik had mijn eerste busje nu leeg. En hij was nu €5. Dus toen dacht ik van, nou ik gelijk even een nieuw busje. Want dan is hij toch weer een paar euro goedkoper dan wat hij normaal kost. Dan ben ik ook nog even bij de Xenos geweest. En bij de Xenos had je nu afprijzingen op hoesjes. Op voor telefoons en tablets. En ik had al een poosje stilgestaan bij hoesjes, maar dan waren ze toch nog de volle prijs. En dacht ik van, ik wacht nog eventjes. En nu waren ze echt fix afgeprijsd. Ik kocht als eerste voor mijn iPhone deze met een snor erop. Ik ben echt moustache fan. Ik vind het echt zo geweldig. En ik kocht dit hoesje dus. Het is een hard case.
En hij was nu €2,50. Dus dat was echt heel goedkoop. Volgens mij was hij eerst €6,95 of zo. Dus nu €2,50. Dus toen heb ik ze meteen ingeslagen. Nou ja, ze, je zult zo zien wat is nog meer. Maar het moustachehoesje dus voor mijn iPhone. En ook het moustachehoesje voor mijn iPad. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Moustache vind ik gewoon super leuk. En ik vind het echt geweldig. Dus vandaar deze. Deze was nu €4,50. Ja, dan laat ik nog wat kleding zien die ik heb gekocht. Bij Coolcat had je nu Seal. En dat was best wel opruiming. En daar heb ik 2 shirtjes uitgehaald. Ik heb ze al even aan hangers gehangen. Dat vind ik wat makkelijk om te laten zien. Dat is deze. I'm too busy. Read my blog. Vond ik wel heel erg goed passen bij mij. Omdat ik echt het bloggen gewoon geweldig vind. Vond ik deze tekst heel erg leuk. Deze was nu dus echt heel erg afgeprijsd. Hij was eerst €12,95 en nu €5. Ik heb ze in de webshop besteld. Omdat ik zelf geen Coolcat in de buurt heb. En ik er ook niet binnenkort zou komen. En in de webshop waren ze nog. Toen dacht ik van nou die moet ik wel even meenemen. Of bestellen dan. En toen was het ook nog zonder verzendkosten. Dus dat was echt super, super fijn. En deze met de blog af. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Vond ik ook gewoon heel erg geweldig vanwege de tekst. Ik hou altijd wel van shirtjes waar tekst op staat. Vooral bij t-shirts vind ik dat heel erg leuk. Ook deze was €12,95 en nu €5. Dus ook heel erg afgeprijsd. Er waren wel heel veel maten op. En gelukkig heb ik op een gegeven moment maar een maat besteld op de gok. En toen dacht ik van nou ja, weet je, kijken of ik hem pas. En ik paste hem dus. Ik was helemaal blij. Dan ben ik op een markt geweest van het weekend. Een soort braderie. En dan kocht ik nog dit hele leuke shirt. Een selfie. Een hashtag selfie. Het zijn echt gewoon die teksten die je echt gewoon raakt, zeg maar. Tegenwoordig, je hoort echt overal, oh, even een selfie maken. Of even, ja, je hoort best wel veel. En deze hingen er nu dus. Hij was €8,95. Ik vond hem echt super leuk. Ik was er echt, ben er echt super blij mee. En ik kan echt bijna niet wachten om hem te gaan dragen. Dus dat was mijn shoplogje. Het valt deze keer wel mee. Ik heb niet heel veel gekocht. Nee, dat is ook wel eens een keer goed. Het zijn wel echt producten die ik ofwel nodig had. Het is niet linkraak wat gekocht. Ik ga zo meteen mijn spulletjes eventjes een plaatsje geven. En dan, als jullie benieuwd zijn naar de review dan van het cartridge Prime Fine Anti-Red Base, dan kun je natuurlijk eventjes mijn site in de gaten houden, want hij komt heel snel online. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Voor nu bedankt voor het kijken. Doeg!